In Zuid-Afrika hadden we de vuvuzela. En een aantal jaar daarvoor hadden we allerlei rare bierkratjes. Maar dit WK moet weer een nieuw gadget uitgevonden worden waar iedereen mee loopt. Op de beurs hier achter mij worden die allemaal voorgesteld. En we gaan kijken wat er dit jaar allemaal te krijgen is. Maar ik moet me natuurlijk wel even opkleden. Zo, dat is geregeld. We gaan nu naar binnen. Hal 3 van de jaarbeurs in Utrecht om precies te zijn. Hier wordt het Proms-event gehouden. De bedenkers van WK-raasjes schijnen hier bij elkaar te komen. En al snel vinden we iets. Wat dacht u van deze Belgische vondst? Een oranje tafelvoetbal gemaakt van karton. Een heel leuk avondje om met je vrienden rond een pintje en tijdens de Mundial een leuke tafelvoetbalwedstrijd te organiseren. Maar allee, wat gaan de Rode Duivels doen, hè, dit WK? Dat weten we nog niet, maar ik denk dat ze dit jaar heel in goede topvorm zijn. En dus we hopen ze tegen Nederland te doen spelen. Dat zou zeer leuk zijn. En waarom niet een mooi tafelvoetbalspel Nederland-België? Maar zoiets neem je natuurlijk niet zo makkelijk mee naar de kroeg. Het gadget moet klein zijn, herrie maken en opvallen. Brazilië is samba, dus 1-1 is 2. Sambaballen. Hallo, heb jij oranje sambaballen? Nee, helaas, die hebben we niet. Moet ik even verder zoeken, dankjewel. Ja. Maar hier heb je ze wel. Maar qua vorm is het zo standaard. Als dit het is, wordt het een slecht WK. Maar ik heb me laten vertellen dat de nieuwe gadget een Caxirola zou zijn. Een of andere soort van sambabal. Nog niet gevonden, misschien dat hij ergens anders is. Toch maar even verder zoeken dus. En ach, zo erg is dat vandaag helemaal niet. Er valt tenslotte genoeg te zien. Nou, een hele ochtend zoeken heeft nou niet echt de gadget van 2014 opgeleverd. Maar ik ben naar deze stand gestuurd en daar hebben ze hem. Want wat is het? De Kijkziki. En het ziet er als volgt uit. En je doet er... Dat nee. De verkoop gaat goed. Maar ik hoop dat ze heel ver komen met het WK. Dat we ze nog meer gaan verkopen natuurlijk. Want daar gaat het uiteindelijk om. Geld binnenharken. Het verschil tussen een enorme klapper maken tijdens een eindronde en een complete mislukking ligt dicht bij elkaar. De tafelvoetbal gaat het zeker niet worden. Wij zetten in op de Caxirola, het Braziliaanse instrument voor het WK. Maar ja, het WK duurt nog even. Dus berg ik mijn spullen nog even op.